Vandaag is de dag dat er een update uitgekomen is. Of eigenlijk... Oh nee. Maat, maat. Nee, 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 nee! Nee, 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 maat. Ah, oh, dat is... Oh my god, dat is echt perfect. Oh, hey, dankjewel. Maar eigenlijk was er gisteren een update gekomen, dus eigenlijk lieg ik nu een beetje. Maar in die update zijn een aantal dingen namelijk veranderd en zijn er een aantal dingen geleakt van het event. En oprecht, ik ben zo benieuwd naar dit evenement, hè. Want ik ben er namelijk 12 uur lang bij, hè, dat zeg ik alvast. Komt nog een grotere announcement aan, maar op 12, of op 12 december, op 3 december zal ik 12 uur live zijn. En volgende week krijg ik mijn nieuwe PC, wat betekent dat er ook weer livestreams aan gaan komen. Dus dat wordt echt sick. Maar ik moet eerst een match hebben. Dat is erg belangrijk. Ik heb gewoon een Mythic Hammer. Oké. Okay. Hey, I'm just saying. Easy win, vraagteken. Oké, okay, mogen wij hier een goede shotgun krijgen? Dat is de vraag van vandaag. En dat mogen wij niet. Oké, okay, juist. Thanks. Ik heb nu ook gewoon niks, hè. Kijk, ik heb zoveel healing, maar gewoon... Oké, okay, maar niet uit. Laten we kills maken. Wat? Nee, nee, wat is dit? Oh, nee. Wat? Waar komt dat vandaan? Oh, daar. Die airdrop is niet gepakt. Zo, so, let's go. Zo. En dankjewel. Had hij goede loot? Maar ik krijg gewoon ergens een shotgun! Ik heb een shotgun nodig. Oké. Okay. Mag ik een shotty, please? Ik wist niet dat het zo moeilijk was om een shotgun te... Ah, maar die wil ik niet. Voor alle shotguns, die wil ik niet. In ieder geval, het evenement. Het evenement heeft namelijk nu een timer gekregen. Die timer kan je namelijk nu vinden in de lobby. Volgens mij niet eens in de map. Wat ik wel raar vind, want dan weet je ook niet waar je heen moet. Maar oké. Okay. Oeh. Zit erachter. Wow, 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 yo. Wat? Ik dacht dat hij niet daar zou zitten. Wat? Zo? Nice. Uh-oh. Nice. Deze hebben we, deze hebben we. Nice. Ja, lekker! Gewoon AR only challenge hier. Wat is dit, joh? Helemaal prima. Thanks. Nice. Er zit er gewoon nog een air... Nou ja, bro. Oké. Okay. We gaan ervoor vandaag, zo te zien. Oh. Heeft hij... Is hij gekild? Nee. Jammer. Oké, okay, maakt niet uit. Maar, dat vind ik wel een beetje apart. Want normaal gezien zie je wel altijd ergens... Oké. Okay. Zie je in de lucht vaak wel een timer in plaats van een Rocket League auto. Wat wil ik graag pushen, jongen? Oké, okay, boeien, boeien. Go, go, go. Hij was one shot. Oké, okay, maakt niet uit. Go. Surprise! Oh, maat. Jongen, 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 jongen. Dat vond ik ook veel te leuk, eigenlijk. En Fortnite heeft namelijk nu ook een teaser naar buiten gebracht voor dit evenement, hè. Moet je kijken. Oké, okay, maar even serieus. Wat? Laten we even eerlijk zijn, dit ziet er enorm heftig uit. Betekent dus dat de hele map naar de knoppen gaat. Dat wisten we in principe al. Alleen als ik deze screenshot zie, dan denk ik van... Ja... leeft Fortnite zo meteen überhaupt nog wel? Dus ik ben wel erg nieuwsgierig over wat nou precies er gaat gebeuren. Want ik denk dus een nieuwe map. Alleen... Ja, dat zou wel moeten eigenlijk nu, hè. Want als de map kapot is, wordt het ook een beetje lastig. Nog een air... Maat. Nog een airdrop. Oh, hij heeft hem ingeroepen. Oké. Okay. Maar waar dan? Hier zo meteen. Thanks. Hey, dankjewel dat jij je airdrop aan mij geeft. Prima. Ja, ik vind het helemaal netjes. Dankjewel. Pakken we deze launch. Zo. Oh, 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 oh. Nog iemand. Die guy kan ik wel hebben trouwens, hij is one shot.
Oh, nee, 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 ik wil die guy hebben. Dit is dom van je. Dit is dom van je. Nice. Kom op. Dankjewel. Snel. Reload, reload, reload is belangrijker nu. Kom op. Ik had je wel door. Oké, we leven nog. Ik weet niet hoe, maar we leven nog. Er is trouwens ook iets nieuws wat je kan krijgen. Dat is namelijk tussen 2 en 4 december. Als je dan inlogt, dan krijg jij... Namelijk... Oké. Wat doe je nou leuk? Kom hier. Doei. Geen idee wat hij aan het doen was. Ah, nee, nog iemand. Moet ik dit doen? Weet ik niet. Ah! Ah! Oh mijn god, ik red dit. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Kom maar. Nice. Oké, okay, we moeten nu wel echt weg trouwens. Laten we even die grapple ding pakken. Ik bedoel, het is even wat, wat sneller denk ik. Go, want ik heb maar 1 shockwave van dus. Was er nog een enemy? Nee toch? Oh, nee, nee. Geef me even rust, ouwe. Hey, maakt niet uit, niks aan de hand. Heeft hij me gezien? Ja dus. Maar voor mij is het een bot, of niet? Het lijkt op een bot. Ja, oké, dat is een bot. Ja. Altijd weer leuk om Dion te killen. Tuurlijk. Volgens mij is Dion een stream sniper, want ik kom wel heel vaak in mijn game. Maar je kan dus deze emote krijgen. En dat is wel leuk. Ja, gewoon een geinig emote. Big Shield, ik neem je wel even in. Sure. Nou ben ik dus wel benieuwd, wat verwachten jullie in het eindevent? Want ik denk, eerlijk gezegd, helemaal niks. Ik heb echt serieus, ik ben... Zo benieuwd. Maar nogmaals, ik denk dat er een nieuwe map gaat komen, maar ook weer niet. Want als er een nieuwe map komt, vind ik het weird. Want het is alsof we heel veel geheimen van deze map nog niet eens hebben gezien. Dus waarom zou je een nieuwe map maken als je hier eigenlijk nog helemaal niet mee klaar bent? Maar ja, dat kan te maken hebben met Creators 2.0. Want nu komt namelijk in januari eraan. Dus dan kan je denken van, nou, misschien dat je daarom een nieuwe map hebt. Oeh, shockwaves, thanks. Yes, dank je. Nice, 6. Oké, okay, er zijn nog 10 andere enemies over. Waar valt hier eentje nu? Auw. Auw. Nee. Waarom zit daar precies weer iemand wanneer ik daarheen ga? Dat was niet de bedoeling, oké? Okay? Ik hitte die guy zo hard. Maar die guy is nog niet weg. Nu wel. Dammit, ik had hem echt moeten hebben. Maar niet uit. Eerst even healen, wacht. Dat kan hier nog, toch? Nee. Rick. Nee. Don't do it. Wat trouwens ook erg bijzonder is, is dat het event start dus om 10 uur, right? Het event start om 10 uur. En voordat heeft dus gezegd dat je dus om 10 uur kan joinen. Maar het is ook niet erg als jij om 10:30 joint. Maar dat is 40 minuten. Gaan we naar een of andere film lopen kijken, jongen? Wat? Ik ben echt zo benieuwd. Nu 40 minuten, hè? 40. Ja, of het event is dus 40 minuten lang. Of het is gewoon een event wat je opnieuw kan spelen of zoiets. Wat misschien zou kunnen. Dus je hoeft volgens mij niet echt bang te zijn dat je in ieder geval niet in de lobby komt. Want dat is geen enkel probleem in ieder geval. Red ik dit nog? Om even dat ding te kunnen pakken. Wait. Laat maar zitten. We nemen dit ding in.
Zo. Oh, nog één. Huh, hoezo krijg je daar 19 AP van? Oh, dit zijn sweaty guys, hè. Ik zweer ze maar uit. Maar dan neem je ook gewoon niet, gast. Wauw. Dankjewel voor het kijken. Ik klik hier voor de volgende video. En tot de volgende keer. Ciao.